Een dag na het dure puntenverlies in Zwolle wordt er vooral bekeken wie er niet aanwezig zijn op Varkenoord voor de uitlooptraining. Nicolai Jurgensen en Terrence Congolo, die ook al niet konden spelen tegen Zwolle, laten hun gezicht nog niet zien. Bilal Bassasigoglu doet dat wel. Hij werkt aan zijn herstel van een enkelblessure. En Dirk Kuyt, die in de basis moest staan omdat Jurgensen toch niet kon spelen, werkte een uitlooptraining in zijn eentje af na zijn derde wedstrijd in 1 week tijd. Steven Berghuis was er wel, de man van die 2 belangrijke doelpunten in Zwolle. Maar Jan-Arie van der Heijden en Karim El Amadi niet. El Amadi is aan het herstellen van een liesblessure, maar het lijkt allemaal mee te vallen richting de volgende finale voor Feyenoord. De thuiswedstrijd van zondag tegen FC Utrecht.